Rogier, 3 punten, gefeliciteerd. Ja, nee, klopt. Ik denk dat je het goed zegt. 3 punten, gefeliciteerd. Ik zei net ook in de kleedkamer inpakken, wegwezen en tot maandag. Eventjes 2 dagen vrij. We hebben drukke 2 weken gehad. Nou, uiteindelijk wel lekker dat je die goed afsluit. Ja, zeker. Ja, jullie hebben zeker wel eens betere wedstrijden gespeeld. Jullie begonnen een beetje voorzichtig aan de wedstrijd, had ik het idee. Ja, dat was op zich wel bijzonder, want we hebben eigenlijk echt benadrukt van de eerste kwartier vol gas, vol druk. Maar op de een of andere manier was er een beetje een apathisch gebeuren af en toe. En dat zinde me niet, moet ik eerlijk zeggen. Want we hadden andere dingen afgesproken. Alleen op een gegeven moment kon dat ook niet goed draaien in de eerste helft. Dus dat hebben we niet goed gedaan. Ik vond juist als je zonder druk zet, hadden we vrij snel de bal terug. En een aantal keren hadden we dat wel. Maar waren we zo slordig aan de bal. En dan kom je zelf een beetje in een lastige wedstrijd. De wissel met de man naast jou in de tweede helft al gelijk goed uitpakte. Dat was Edgar Barreto. Die had gelijk een lekkere paas op jou in huis. Ja, nee, klopt. Javier had een knietje gekregen. Dus die had erg veel pijn gedurende de eerste helft. Edgar valt heel goed in en geeft een wereldpaas aan mij. Dus ja, voor mij was het niet zo moeilijk meer om het af te maken. Nee, keeper ging lekker vroeg naar de grond, dus je hoeft hem alleen nog maar even eroverheen te knikken. Ja, hij hoeft er alleen overheen en tussen de palen. Dan, dat was genoeg. Nou, dan leek de wedstrijd eigenlijk redelijk dood. Op een gegeven moment ontvlamde het totaal met die rode kaart van Rens van Nijden. Heb jij een idee wat daar gebeurde? Ja, er gebeurde van alles, want er was een opstootje met 20 man en er werd wat geduwd op en neer. En ik had het idee dat Rens ook iemand wilde duwen, maar dat viel even net iets anders uit. Niet slim, in die situatie moet je dat niet doen, maar die dingen gebeuren en dat is niet meer terug te draaien. Dus laten we hopen dat het meevalt. Heeft Rens daar zelf nog iets over gezegd? Ik heb hem daar nog niet over gesproken. Hij was redelijk teleurgesteld toen het veld afging, maar hij zal zelf ook begrijpen dat het niet slim is. En wat ik al zeg, laten we hopen dat het allemaal meevalt. Hield je stand, uiteindelijk maakte Tafsan er ook nog eentje. Welke was mooier, die van jou of die van hem? Zeker die van mij. Zeker die van jou? Ik weet niet. Kijk, die bal van Edgar is weggeloosd. Dus ik denk dat voornamelijk het doelpunt heel mooi maakt. Nou, nu scheelt het dat er nog even wat dagen tussen zitten naar de volgende wedstrijd. Zal het wat ademruimte geven? Ja, ik denk dat we het ook even nodig hebben. We hebben vanaf vorige week naar Cambuur hebben geen vrije dag meer gehad. We hebben elke keer doorgetraind, herstellen. Dus 2 dagen eruit is even lekker. Met een goed gevoel, want we hebben gewoon een goede serie weer. En dan gaan we mooi naar MVV en VVV. Daar staan mooie dingen te wachten.